In het voorjaar van 2010 wordt een lading van 30 miljoen liter giftig afvalwater uit Angola naar een groep Nederlandse afvalverwerkers verscheept. De lading bevat ruwe olie, bestrijdingsmiddelen en andere giftige chemicaliën. Stoffen die huid, oog en longaandoeningen kunnen veroorzaken. Als de politie gesjoemel met papieren ontdekt, begint het een groot strafrechtelijk onderzoek. De rechercheurs vermoeden dat een groot deel van het afval in de Nederlandse rivieren is geloosd. 3 van de 4 verwerkers kunnen tegenover de politie niet uitleggen wat ze met het afval hebben gedaan. In deze documentaire leggen we uit hoe een klein groepje bedrijven zich al tientallen jaren schuldig kan maken aan milieudelicten, doordat de overheid hen vrijwel ongestoord hun gang laat gaan. Maar dat is niet het enige. Via een anonieme tip komen wij erachter dat een aantal van deze bedrijven door de overheid is uitgenodigd om mee te schrijven aan een nieuwe milieuwet die volgend jaar in werking zal treden. Deze wet zal volgens ingewijden verstrekkende gevolgen hebben voor onze gezondheid. Het is niet meer zo dat de overheid de burgers beschermt tegen de bedrijven, maar dat de overheid ervoor is om de bedrijven tegen de burger te beschermen. Nederland exporteert afval. Daar is ook veel over te doen. Afrika, de meest verschrikkelijke taferelen. Maar wat er in Nederland binnenkomt, daar hoor je bijna nooit iemand over. Als je kijkt naar de hoeveelheid afval wat er hier de haven binnenkomt, dat is ook gigantisch. Het is vaak winstgevend om je niet aan de regeltjes te houden. En daar lopen wij voor vaak tegenaan. Je ziet vaak dat een papieren werkelijkheid totaal iets anders is. Dan heb je geen zicht op hoe het verwerkt is en waar het gebleven is. Op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu staat een overzicht van alle gevaarlijke stoffen die elke dag ons land binnenkomen in enorme hoeveelheden. We halen uit Spanje, uit Frankrijk, uit Ierland, Engeland, noem maar op, halen we allerlei gevaarlijke afvalstoffen binnen, ook vloeistoffen. Voor al die ladingen moeten bedrijven vergunningen aanvragen bij het ministerie. De aanvraag wordt gehonoreerd als de afvalstoffen in ons land op papier op de juiste manier verwerkt worden. Maar in de praktijk gebeurt er iets heel anders. Wij hebben meerdere onderzoeken gedraaid, waaruit gewoon gebleken is dat afval wat Nederland binnenkomt, ja, op een wijze verwerkt wordt, ja, die niet conform de regelgeving is. Grote partijen afval blijken na aankomst in Nederland op mysterieuze wijze te verdwijnen uit de administratie van bedrijven. In plaats van te worden verwerkt, worden giftige stoffen weggemengd in schone grond of geloosd op het oppervlaktewater. Kunnen we misschien wat lager, Jurjen? Zeker. Ja, daar komt die kleursregering vandaan. Even te pakken. Kijk dan. Ja, kijk eens, joh. Dan gaan we gewoon doorgaan ook. Angola is een van de grootste olieproducenten van Afrika. De olievelden voor de Angolese kust worden geëxploiteerd door een handvol internationale oliemaatschappijen. Eén daarvan is BP,
dat per dag honderdduizenden vaten olie omhoog pompt. Dat gebeurt vanaf een schip dat via een buizenstelsel in verbinding staat met de zeebodem. Op dit bedrijfsfilmpje is te zien hoe dat in zijn werk gaat. De olie wordt omhoog gestuwd door onder hoge druk water het olieveld in te spuiten. Aan dit water wordt een groot aantal chemicaliën toegevoegd om de doorstroming soepel te laten verlopen. Aan boord van het schip wordt dit watermengsel weer gescheiden van de olie, die daarna in een aparte tanker wordt geladen. Het giftige water wordt vervolgens weer terug in het lege olieveld gepompt. Maar eind 2009 lukt het BP niet om het afvalwater terug de zeebodem in te pompen. Waarschijnlijk vanwege een kapotte pomp. Om de productie toch door te laten gaan, besluit BP het water op te slaan op het schip zelf. Tegen de tijd dat de tanks vol zijn, zit het bedrijf met niet minder dan 30 miljoen liter giftig afvalwater in zijn maag. Omdat BP van dit afval af moet, belt het met Rotterdam. Daar is International Slop Disposal gevestigd, een bedrijf dat handelt in afvalstoffen. Een van de activiteiten van International Slop Disposal is het inzamelen van scheepsafval. Dat het zich daarbij niet altijd aan de regels houdt, blijkt in 2011. Dat jaar wordt het bedrijf veroordeeld door de Nederlandse mededingingsautoriteit tot een boete van bijna 2 miljoen euro wegens het maken van prijsafspraken. Na het telefoongesprek met BP Angola neemt International Slop Disposal de klus aan. Het bedrijf belooft aan BP dat het de 30 miljoen liter afvalwater op correcte wijze zal laten verwerken in Nederland. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. 4 miljoen dollar. BP gaat akkoord, waarna een groot zeeschip de giftige lading naar Nederland brengt. Begin 2010 komt het aan in de haven van Rotterdam. Omdat de lading zo groot is, werkt ISD voor de uitvoering van de opdracht samen met een andere verwerker van gevaarlijk afval. De afvalstoffenterminal Moerdijk, afgekort ATM. Ook dit bedrijf heeft op zijn zacht gezegd geen goede reputatie. Wie op de website van Omroep Brabant zoekt op ATM, krijgt tientallen nieuwsitems te zien over boetes, overtredingen, veroordelingen en incidenten als brand en andere vormen van overlast. Zo wordt het onder andere veroordeeld voor het illegaal lozen van kankerverwekkend afvalwater en het heimelijk importeren van grond die was vervuild met cyanide. Zijn er fouten gemaakt ten aanzien van grondverwerking, lozing van water, lozing van uitlaatgassen. En daar is bewijs voor geleverd. Ook de directeur van ATM heeft geweten van de milieuovertredingen die binnen zijn bedrijf werden gepleegd. Na het oordeel van de rechtbank kan erover vastgesteld worden dat u op de hoogte was van dit feit. De rechter erkent dat niet altijd alle regeltjes nageleefd kunnen worden. Maar in dit geval is ATM zijn directeur te ver gegaan en zijn er grenzen overschreden. Er zijn een aantal bedrijven die elke keer weer terugkomen, waar ATM er één van is. En je kunt wel zeggen, tot grote frustratie vaak van mensen die betrokken zijn bij de opsporing. Maar ATM is zeker een partij waar veel over is gesproken. Ook in mijn tijd dat ik daar nadrukkelijk bij betrokken was. Ja. Na aankomst van het gifschip uit Angola wordt het 30 miljoen liter industrieel afval in Rotterdam overgepompt op een aantal binnenvaartschepen. Vervolgens wordt de lading verder vervoerd naar Moerdijk. Op papier zal de partij verwerkt worden door ATM. Maar daarvoor heeft het op dat moment geen capaciteit. Daarom wordt een groot deel doorgestuurd naar een derde afvalverwerker in Amsterdam. Meen geheten. Ook dit bedrijf is berucht. Onder de verschillende namen waarmee het in de loop der jaren opereerde, heeft het een waslijst aan milieudelicten op zijn naam staan. In 2010, toen het nog Amsterdam Port Services heette, werd het door de rechtbank schuldig bevonden aan zijn rol bij het gifschandaal rond de Probo Koala. Dit schip dumpte een grote partij giftig afval in Ivoorkust, waardoor 16 mensen zouden zijn gestorven
en tienduizenden ziek zouden zijn geworden. Daarnaast wordt het bedrijf veroordeeld voor valsheid in geschriften, sjoemelen met afval en andere milieuovertredingen. Tegenwoordig heet het Maine, maar uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat het nog steeds sterk vervlochten is met Amsterdam Port Services. Ze staan op hetzelfde adres ingeschreven en via een ingewikkelde constructie blijkt achter beide bedrijven dezelfde persoon te zitten. Hier wordt begin 2010 een lading van in totaal 14 miljoen liter giftig afvalwater gelost. Toevallig is politieagent Teun Bussink die dag bezig met een routinecontrole in de haven van Amsterdam. Gezien de reputatie van het bedrijf besluit Bussink ook even langs Maine te varen. Normaal liggen er wat kleinere schepen, inzamelvaartuigen. En nu lag er een schip van 110 meter, een motortankschip. Dat komt niet dagelijks voor, die schepen hier. Dus dan wil je ook eens even gaan kijken, ja, wat voor stoffen komt die brengen of komt die halen. Er zaten twee verschillende documenten bij en daar zat gewoon verschil in de benaming van de afvalstof en in de code die bij een afvalstof benodigd is. Eén document dat had betrekking op het transport vanaf het zeeschip richting Moerdijk. En het tweede document, dat was het document van Moerdijk richting Amsterdam. Wat je dan ziet is een verschil in benaming. In het ene geval heet het afvalwater en in het andere geval heet het waswater crude oil. En elk afvalstof heeft ook een aparte benaming, een eurocode. En die eurocode die verschilt ook in dit geval. En de hoeveelheid verschilt. En dat zijn drie punten om te zeggen, jongens, daarom gaan wij hier eens eventjes verder nader naar kijken. Uit de documenten wordt niet duidelijk wat voor afval het schip aan boord heeft en hoeveel het is. Bovendien staat niet vermeld dat de lading uit het buitenland komt. Bussink rapporteert zijn bevindingen en er wordt een vervolgonderzoek gestart. Maine is een van de honderden bedrijven die afvalwater van hun industriële processen mogen lozen op de persleiding van de waterzuivering in Amsterdam-West. Maar dat mag niet zomaar. Bedrijven moeten hun afvalwater zo schoon mogelijk aanleveren. Eigenlijk is de eis die we stellen, het water moet goed te behandelen zijn. Dus het moet vergelijkbaar zijn in kwaliteit en samenstelling als huishoudelijk afvalwater. Het mag niet giftig zijn. Er mogen ook geen microverontreinigingen in zitten, zoals zware metalen of PCB's. Dan zou bijvoorbeeld de zuivering dood kunnen gaan. Dan gaan de bacteriën dood. Wat er dan gebeurt is dat er eigenlijk dus een justitie wordt ingeschakeld en de handhavers om de vervuiler te vinden en die aan te gaan pakken. Dan gaan we natuurlijk onmiddellijk monsters nemen om te proberen te achterhalen wat de vervuilende stof is. En bepaalde stoffen horen bij bepaalde bedrijven. Dan kunnen we gerichter gaan zoeken en dan gaan we eigenlijk stroomopwaarts tot we hopelijk de vervuiler vinden. Volgens de wet Milieuvergunningen hoort Maine exact te weten wat voor afval ze innemen. Alleen zo kunnen ze alle gifstoffen eruit halen en voorkomen dat ze in het milieu terechtkomen. Maar doordat het afvalwater tweemaal is doorgestuurd en de documenten zijn veranderd, wordt steeds onduidelijker wat de samenstelling is van het afval. Bovendien lijkt Maine daarin niet geïnteresseerd. Als de politie verhaal komt halen, verklaart de operationeel manager: de oorsprong is voor ons niet belangrijk. Er is een vertrouwensbasis tussen afvalverwerkers. Tegen de politie zegt Maine het afvalwater te hebben gezuiverd met een techniek die alleen vaste bestanddelen eruit filtert. Maar dat zou betekenen dat de giftige chemicaliën die opgelost zaten in het afval in de waterzuivering van Amsterdam-West terecht zijn gekomen. En omdat de zuivering die gifstoffen er niet uit kan halen, zou dat eveneens betekenen dat ze daarna in het ei terecht zijn gekomen. Volgens hoogleraar Twan Spapens, die zich jarenlang verdiepte in crimineel gedrag in de afvalsector, is de verleiding van afvalverwerkers om te sjoemelen bijzonder groot. Als je een afvalverwerker bent, dan krijg je eerst betaald door de persoon die van zijn afval af wil.
En vervolgens moet jij kosten gaan maken om het te gaan verwerken. Hè? Dus dan gaat eigenlijk de baat voor de kosten uit. En binnen criminologie noemen we dat een risico, omdat je dus dan een neiging kunt ontwikkelen om er zo goedkoop mogelijk vanaf te komen, door het gewoon ergens te dumpen. Het ei wordt niet alleen gebruikt door de scheepvaart en de industrie. Het ei is ook een recreatiegebied. De onderstroom van het water loopt van west naar oost. Daarbij stroomt het langs verschillende plekken waar in de zomer kinderen zwemmen. Van de 30 miljoen liter afvalwater uit Angola komt dus 14 miljoen liter in Amsterdam terecht. Maar wat gebeurt er met de overige 16 miljoen liter? Volgens het politierapport zegt ATM zelf zo'n 6 miljoen liter te hebben verwerkt. Maar het bedrijf kan niet aantonen wat ze met het afvalwater hebben gedaan. Alle ondervraagde personeelsleden beroepen zich op zwijgrecht. En in de administratie valt niets terug te vinden. Een bedrijf zou dat moeten kunnen uitleggen aan de overheid. En dat, dat is erg ingewikkeld. Zo'n aparte fluoriserende kleur. Het lijkt wel chemisch. Ja, het lijkt er wel op, ja. Het is ook direct niet verstandig om te gaan zwemmen in zo'n zwembad. De vraag dringt zich op hoe het kan dat Nederlandse bedrijven in de 21ste eeuw vrijwel ongestoord dit soort milieuovertredingen kunnen plegen. Voor het antwoord op onze vraag moeten we kijken naar de duistere ontstaansgeschiedenis van het industriegebied van Moerdijk. Dit terrein is al jarenlang een bron van vervuiling, schandalen en overlast. Het is 12:15. U kijkt naar een extra uitzending van Brabant Nieuws over de grote brand bij Shell in Moerdijk. Rond 11:15 was daar een gigantische ontploffing. Goedenavond. En weer is het raak op industrieterrein Moerdijk. Vanmiddag is er brand uitgebroken bij Remondus Argentia. Een bedrijf dat gevaarlijk afval recycelt van bijvoorbeeld drukkerijen en ziekenhuizen. Op een bedrijventerrein in Moerdijk woedt al sinds vanmiddag een enorme brand. Het chemische bedrijf Chemipak, vol giftige stoffen, is niet te redden. Aan het eind van de middag vinden er meerdere explosies plaats op het terrein. In 1967 is oliemaatschappij Shell op zoek naar een plek om een nieuwe raffinaderij te bouwen. De bestaande fabriek in Rotterdam kan namelijk niet meer uitgebreid worden. Shell heeft zijn oog aanvankelijk laten vallen op een locatie in Antwerpen. Maar de Nederlandse regering wil dat de nieuwe raffinaderij, koste wat het kost, in Nederland komt. En dus zijn we in economische zaken gegaan en hebben ons probleem daarvoor gelegd en gezegd, gevraagd of zij ons konden helpen met het vinden van een nieuwe vestigingsplaats. De twee partijen gaan rond de tafel zitten en komen uit op een gebied tussen Zevenbergen, Klundert en Moerdijk. Deze drie dorpjes zijn al van plan om wat kleinschalige industrie aan te trekken op een bescheiden terrein aan het water. Maar er is een probleem. De tweede nota ruimtelijke ordening staat een industrieterrein toe van slechts 400 hectare. Shell daarentegen wil voor zijn raffinaderij een gebied hebben van maar liefst 2000 hectare, 5 keer zo groot. Een chemische fabriek van dergelijke omvang zal niet alleen de leefkwaliteit in de dorpjes aantasten, maar zal ook nadelige gevolgen hebben voor de omliggende landbouw- en natuurgebieden. Daarom besluit de regering haar plan geheim te houden en dwingt de gemeenteraad van Klundert, Zevenbergen en Moerdijk een bouwproject goed te keuren waarvan ze nauwelijks weten wat het inhoudt. Hebt u het gevoel dat dat bewust niet volledig is gedaan? Bewust. Het is moeilijk om die beschuldiging zo te uiten, maar het lijkt er wel een beetje op. Omdat Shell niet wil wachten op officiële goedkeuring, mag het zonder enige vergunning al beginnen met de bouw. De bewoners van de dorpjes begrijpen pas dat er een raffinaderij in hun achtertuin komt als bulldozers hun land oprijden. Hoe bent u erachter gekomen? Hebt u het uit de krant moeten horen? Of hoe... Ja, wij hebben het van de krant moeten horen natuurlijk. Er wordt ons helemaal niks gevraagd. Hè. Er wordt niet gevraagd van dit of van dat.
Ze gaan gewoon door, hè. Of we de mensen goed vinden of niet, dat is hier gewoon meer. Je hebt er wat je bij neer te leggen, meneer. En meer niet, want jij niks te zeggen. Ze hebben in de Tweede Kamer nog niks te zeggen. Maar dat was heel anders. Shell krijgt zijn olieraffinaderij vrijwel cadeau. Voor de 2000 hectare strategisch gelegen land hoeft het niet meer dan 20 gulden te betalen. Maar daar blijft het niet bij. Om de raffinaderij van Shell bereikbaar te maken voor grote olietankers moet de Dordtse Kil, de rivier tussen Rotterdam en Moerdijk, flink uitgediept worden. Uit kamerstukken blijkt dat de regering ook voor die wens van Shell bereid is een flinke greep in de schatkist te doen. De kosten voor het uitgraven van de Dordtse Kil worden geraamd op maar liefst 40 miljoen gulden. Verder krijgt Shell van de overheid een eigen spoorlijn cadeau, eigen wegen en nog eens een subsidie van 12,5 miljoen gulden. Als pleister op de wonden wordt de dorpjes rond Moerdijk beloofd dat de fabriek van Shell talloze andere bedrijven zal aantrekken. Noord-Brabant, waar op dat moment veel werkloosheid heerst, wordt voorgehouden dat het nieuwe industrieterrein werkgelegenheid zal bieden aan maar liefst 20.000 man. Zo zullen de ongeschoolde krachten uit de omliggende dorpjes ingehuurd worden bij de bouw van de raffinaderij. Maar al snel blijkt dat dat een loze belofte is. Inmiddels is er veel duidelijk geworden. Rond Moerdijk liggen caravanterreinen waar buitenlanders wonen, voornamelijk Fransen. Zij in hoofdzaak bouwen de fabriek van Shell. Daar komen maar weinig mensen uit de streek aan te pas. Als de fabriek van Shell uitgaat, zie je weinig ongeschoolde streekarbeiders waarvoor dit gigantische project werd opgezet. Nee, het zijn technici uit Rotterdam en het zijn mensen met een middelbare schoolopleiding uit de omgeving. Ondanks alle mooie beloftes wordt het werkloosheidsprobleem van Noord-Brabant allesbehalve opgelost. Maar Shell zit intussen wel voor een dubbeltje op de eerste rang. Voor een bedrag van 20 gulden is de dorpjes rond Moerdijk een financieel en milieutechnisch fiasco in de maag gesplitst dat zijn gelijken niet kent. 15 jaar later ligt de 2000 hectare terrein nog steeds grotendeels braak. De grond is inmiddels onbruikbaar geworden voor landbouw, omdat er over het hele gebied een laag zand van 3 meter is gespoten. Maar dat is niet het enige. De komst van Shell heeft de dorpjes rond Moerdijk in grote financiële problemen gebracht. Shell is hier gekomen, die heeft de grond kunnen kopen voor 20 gulden. En dat is een zakelijke transactie geweest onder druk van de overheid. En daardoor zitten wij ook onder andere met die enorme tekorten. Dat was veel te laag, die 20 gulden? Dat was veel te laag, ja. Dat was een stuk beneden de kostprijs. En daarom kan het Rijk zijn verantwoordelijkheid nooit terugtrekken. De voorspelling dat Shell een aanzuigende werking zou hebben op andere bedrijven komt ook niet uit. Doordat het Moerdijk niet lukt om grond te verkopen, komt het met een schuld te zitten van maar liefst 200 miljoen gulden. Ja, 200 miljoen gulden moeten gesaneerd worden. Er ligt op dit moment een plaatje op tafel, zoals het dan heet, dat het Rijk 110 miljoen gulden wil betalen. En zegt, deelnemers, gij moet 90 miljoen gulden op tafel hebben. Dat zou betekenen dat die 5 deelnemers, provincie Breda en die 3 kleine gemeenten, failliet zouden zijn ongeveer? Nou, daar komt het wel ongeveer op neer. Wat de dorpjes wel krijgen zijn milieucriminelen die hun grond, water en lucht jarenlang zullen vergiftigen. Een van de eerste bedrijven die wel neerstrijkt op het nieuwe industrieterrein in Moerdijk is afvalverwerker Uniser. Uniser is een dochteronderneming van EMK, een bedrijf uit Krimpen aan de IJssel. Officieel verwerkt dit bedrijf chemisch afval, maar in de praktijk laat EMK het gewoon de grond inlopen of via een verborgen leidingenstelsel rechtstreeks de IJssel in. Terwijl de rivierpolitie daar met verrekijker stond te kijken, lieten ze hier onderdoor gewoon de rotzooi zo de rivier inlopen en dan was morgens de tank weer leeg. Het terrein hier achter mij van EMK meet ongeveer 4,5 hectare, 45.000 vierkante meter. En gebleken is dat op sommige plaatsen het gif tot minstens 15 meter diep in de grond zit.
Bekend is dat omwonenden van het bedrijf aangifte hebben gedaan bij de lokale politie. Maar toch wordt er niet ingegrepen. Maar die gewone politie, die dus gewoon voor zijn boterham staat, die gaf het wat hij onderzocht had naar mijn gegevens. Dat klopte en toen gaven ze door aan de hogere polities en toen klaagden ze bij mij in huis dat zij dus ergens geremd werden door de topfiguren van de politie. Dus het zit daar niet goed. Volgens een raadslid van Krimpen aan de IJssel zijn ook de burgemeester en wethouders op de hoogte van de praktijken van de EMK. Maar ook zij laten ze gewoon toe. Het bedrijf zorgt voor werkgelegenheid en brengt geld in de gemeentekas. Ik heb om te beginnen in november 1970 en daarna regelmatig gedurende 10 jaren... de gemeenteraad in het bijzonder en het college van burgemeester en wethouders geattendeerd op feiten bij de EMK die in strijd zijn met wetten en voorschriften en schadelijk voor de volksgezondheid. Werd er naar u geluisterd? Er werd geluisterd in de trant van, daar heb je die lastige vent weer. In 1978 opent de EMK een tweede vestiging op het nieuwe industrieterrein van Moerdijk, samen met 2 andere ondernemingen onder de naam Uniser. Ook dit bedrijf verwerkt op papier chemisch afval, maar laat het in de praktijk gewoon de grond inlopen of loost het op het Hollands Diep. Eén ding weet ik zeker, dat Philips Dufar bijvoorbeeld, dat is dus die fabriek in Amsterdam bij de Hembrug. Die fabriek die levert dus stoffen. Nou, dat is gewoon niet normaal meer. Dat is zo rotgiftig. Daar ben ook die Vietnamezen mee kapot gemaakt. Dat openbaar voor de televisie geweest. Nou, die rotzooi die gingen wij halen met auto's. En daar ging ook de tanker in. En we hebben het zelfs zomaar weg zien lopen. Dat liep zo de IJssel in die kleren troep. Dat is levensgevaarlijk spul. Remy Poppen, milieuactivist en voormalig Kamerlid voor de SP, is nauw betrokken bij de ontmaskering van beide bedrijven. Aanvankelijk kost dat grote moeite, omdat de lokale autoriteiten de zaak in de doofpot proberen te stoppen. Ik had contact met de recherche-team wat daarmee bezig was. Dat mag ik misschien niet zeggen, maar ik doe het toch. Ik werd wel gebeld door een van de mannen van de politie, van Remy. We weten dat en dat, maar kun je daar wat rugbaarheid aan geven? Want anders worden we van de zaak gehaald, omdat er te veel grote bedrijven in beeld komen. Echt waar. Kijk, dat geeft aan natuurlijk, en dat is nog niet verdwenen. Die invloed van de bedrijven is natuurlijk nog. Alle bedrijven in Nederland, Philips Dufar, Shell, ook de overheid, Defensie, alles levert dus afval bij die man af, bij meneer Bernau, zijn bedrijf. Wetende dat het bedrijf absoluut niet in staat was om dat te verwerken. Dat was in de jaren 80, dat is echt nog niet zo lang geleden. Ik bedoel, zo zijn die criminelen zijn het eigenlijk, en dit is ook voordeel voor 3 jaar slechts. Zo waren die al verweven met de overheid. Pas nadat de media op de zaak zijn gedoken, komen de overheden in beweging. Ik ontken ze natuurlijk, ontken ik deze. De officier van justitie heeft gezegd, de zaak is ernstig vervuild. Ja. Niet waar volgens u? Nee, zeker. Tot nu toe is er in ieder geval niets aangetoond. De directeur van Uniser wordt uiteindelijk beschuldigd van maar liefst 225 misdrijven. En gaat voor 3 jaar de cel in. Zijn bedrijf krijgt een nieuwe eigenaar, die al het personeel overneemt en plechtig belooft geen milieuovertredingen meer te plegen. Wij zullen hier alleen maar stoffen aanvoeren die we kunnen verwerken. Eigenlijk gaan we daarmee zover dat wij alleen maar stoffen aanvoeren die we op het moment al kunnen verwerken, zodat er niet weer een toestand zal kunnen ontstaan zoals die in het verleden ontstaan is. Stoffen aanvoeren waarvoor men geen oplossing heeft, waarvoor men blijft zitten. Ook krijgt de afvalverwerker een nieuwe naam, ATM. Een bedrijf waar Moerdijk, ondanks alle mooie beloftes, nog vaak van zal horen. Hoe nauw prominente politici betrokken kunnen zijn bij milieucriminaliteit, blijkt een paar jaar later bij de TCR-affaire. Sinds het einde van de jaren 70 waren havens verplicht om schepen de mogelijkheid te bieden gevaarlijk restafval uit hun tanks af te geven en te laten verwerken. Dit om te voorkomen dat ze het in zee dumpen, met alle gevolgen van dien. Een van de eerste bedrijven die zich gaat bezighouden met het inzamelen van scheepsafval zit in de hoofdstad. Ze werken onder de naam TCA, Tanker Cleaning Amsterdam.
Het bedrijf wordt gerund door de familie Langerberg. Ze komen uit de autohandel en zijn ook actief in de autoracerij op het circuit van Zandvoort. De politie komt er al snel achter dat TCA het chemisch afval niet verwerkt, maar het rechtstreeks het ei laat inlopen. Koen de Maat was belast met het onderzoek naar TCA. Daar gebeuren toch dingen die eigenlijk niet door de beugel konden. Als je alleen al denkt aan het feit dat als je daar het haventje binnenvaart en het is een ongelooflijk smerig water. En dan ga je toch ergens denken, dan moet hij toch geloosd worden. Nou, er werd niet geloosd volgens de eigenaren. Maar wij dachten, dat klopt niet. De monsters die we genomen hebben, die gaven duidelijk aan dat er dus een hoop viezigheid zat. Ook de haven van Rotterdam heeft een installatie nodig die afvalstoffen uit de scheepvaart kan inzamelen. Nelly Smit-Kroes, destijds minister van Verkeer en Waterstaat, looft een subsidie uit van maar liefst 22 miljoen gulden aan het bedrijf dat met het beste voorstel komt. Ook de familie Langerberg van Tanker Cleaning Amsterdam biedt zich aan als kandidaat. Om te voorkomen dat Smit-Kroes haar naam te grabbel gooit door een subsidie te verlenen aan een crimineel bedrijf, reist Koen de Maat naar Den Haag. Samen met aanklager Hans Faeber wil hij de minister waarschuwen om niet in zee te gaan met milieucriminelen. We waren maar met 4 man. De minister, de secretaris-generaal en de advocaat-generaal van het Hof en mijn persoon. Daar heb ik dus, voor zover dat passende was, heb ik het verhaal over het onderzoek verteld. En dat heeft ertoe geleid dat ik op dat moment dacht van oké, we zijn er vanaf. Ze zullen wel het besluit nemen geen miljoenen te pompen in de havenontvangstinstallatie. Althans niet via die eigenaren. Maar dat liep helemaal raar af, want de volgende dag was ik in Amsterdam op bureau. En er was ineens wat commotie bij de wachtcommandant en er kwam 2 man en die moesten mij dringend spreken. En dat bleken dus de eigenaren van het Tanker Cleaning Amsterdam te zijn. En die kwamen even verhaal halen of wij met een onderzoek tegen hun bezig waren en wat het allemaal wel niet te betekenen had. En toen dacht ik bij mezelf, dit zal toch niet waar zijn. Vrijwel direct nadat de Maat en Faeber met Nelly Smit-Kroes hebben gesproken, lekt hun vertrouwelijke informatie naar de gebroeders Langerberg. Daarmee kan het politieonderzoek tegen TCA, waaraan 5 inspecteurs wekenlang hebben gewerkt, de prullenbak in. Faeber en de Maat zijn des duivels. Volgens hen kan maar 1 iemand de informatie naar de gebroeders Langerberg hebben gelekt. Maar met andere woorden, waarschijnlijk is Nelly Smit-Kroes het lek geweest. Ja. In mijn ogen zal zij wel degene geweest zijn die constructie had. Er is een reden waarom de politie de minister en niet haar secretaris-generaal als verdachte van het lek ziet. Het gerucht gaat dat Nelly Smit-Kroes een affaire zou hebben met een van de gebroeders Langerberg. Ja, ik heb gesproken met een van de oude Langerbergen, dus die ooit met het bedrijf begonnen is. Dus zeg maar de oom van de directeur van nu of van toen. En die zei, ja, maar Jan, mijn neef, is dik bevriend met de minister, joh. Toen ze die 20 miljoen kregen, ging je bij haar thuis of bij hem thuis, dat weet ik niet precies, in ieder geval stonden ze naast elkaar een champagne te heffen. Ik was natuurlijk als Kamerlid mee bezig en ik had ook al die contacten wel en ik kreeg ook informatie dat ze ze hand aan hand hebben zien lopen bij de racebaan in Zandvoort. Maar ja, geen foto's. Maar ja, dat zoiets zuig je niet zomaar uit je duim. Door het lekken ontsnappen de criminele broers niet alleen aan rechtsvervolging. Als klap op de vuurpijl krijgen ze ook nog eens 22 miljoen gulden subsidie om in de Maastad TCR op te zetten. Tanker Cleaning Rotterdam. Van het geld kopen de gebroeders Langerberg een stel tweedehands tanks die moeten doorgaan voor een verwerkingsinstallatie. De rest van het geld steken ze in eigen zak. Door de sabotage van het politieonderzoek kunnen zowel de vestigingen in Amsterdam als in Rotterdam jarenlang giftig afval op het oppervlaktewater lozen. Volgens voorzichtige schattingen verdwijnen alleen al in Rotterdam in 8 jaar tijd honderden miljoenen liters gif de haven in. Zolang Nelly Smit-Kroes minister is,
strandt elke poging om de gebroeders Langerberg te vervolgen op de ministeries in Den Haag. Natuurlijk had niemand van de VVD in het openbaar uitgesproken dat minister Smit moest verdwijnen. Maar er waren voldoende signalen geweest en, zei mevrouw Smit, op tientallen partijvergaderingen in het land werd over haar gediscussieerd. En dus hakte ze dit weekend de knoop door. Smit-Kroes treedt in 1989 af, nadat er binnen de VVD kritiek over haar is ontstaan. 4 jaar later kunnen de gebroeders Langerberg eindelijk opgepakt worden. In 1993 wordt zowel in Amsterdam als Rotterdam een grootscheepse inval gedaan. Ik zie geen enkele aanleiding om zelfs ook maar bang te hoeven zijn voor deze wat ontijdige en wat onzorgvuldige overval. Wij zijn ons van absoluut geen kwaad bewust. De gebroeders Langerberg krijgen celstraffen tot 6 jaar. Als hun misdaden in het nieuws komen, wordt Smit-Kroes alsnog ter verantwoording geroepen in een parlementair onderzoek. Maar de voormalige minister ontkent alles. Wij hebben niet gelekt. Ik vind het overigens werkelijk van een staaltje als je zo afkrassend zegt. Faber, ik heb het niet gedaan. De Maat, ik heb het niet gedaan. Het Chemex-team kan het praktisch ook niet gedaan hebben. Vind ik het werkelijk de bloody limit als je dat type conclusies eraan durft te ontlenen. Beide bedrijven van de gebroeders Langerberg gaan failliet, maar Tanker Cleaning Amsterdam maakt een doorstart. Na de affaire krijgt het een nieuwe directeur en een nieuwe naam. Maar nadat dit bedrijf opnieuw betrokken raakt bij een serie milieuschandalen, wordt de naam nog een keer veranderd. Voortaan heet het bedrijf Main. Vaak zie je dan dat de naam wordt veranderd of dat er een nieuwe directie komt die dan schoon schip gaat maken. Maar vaak zie je dan toch dat die bedrijfscultuur zo in elkaar zit dat de cultuur van regelovertredingen daar eigenlijk niet mee verandert. Hè? Al verander je 10 keer de naam. Het water van het Eems-Dollardgebied, de natuurlijke grens tussen Groningen en het Duitse Oost-Friesland, is ook zonder de geplande smeerpijp de laatste jaren steeds vuiler geworden. De industrieën in Groningen en Delfzijl lozen hier vrij hun afvalwater via een al bestaande persleiding. En de kanalen en afwateringssluizen brengen het stinkende drap van de aardappelmeel- en strookartonfabrieken plus rioolwater en landbouwgiften in de Eemsmonding. Dit water, eens de broedkamer voor de visstand in de Waddenzee, wordt langzaam een sterfhuis. De vissers kunnen daarover meepraten. Kun je het ook merken aan de smaak van de vis die nog gevangen wordt? Aan de smaak van de vis, ja, inderdaad. Ook dat. Want er is één visserman die heeft nou weer gevist op spiering. En dan wordt er gezegd, dat is die smaak nog lower. De vervuiling van de Amsterdamse en Rotterdamse haven is nog maar kinderspel vergeleken bij de situatie in Delfzijl. Door mechanisatie van de landbouw is er in Groningen een groot aantal werklozen ontstaan. Net als in Moerdijk denken politici het probleem te kunnen oplossen door op grote schaal chemische industrie aan te trekken. Axo had zout gevonden in Oost-Groningen en is daar een hele keten van chloorindustrie neer gaan zetten. Toen kregen we daar Aldel bij, een grote aluminiumsmelter. Hebben daar decennia lang geprobeerd zoveel mogelijk industrie naartoe te halen. En dat ging dan om industrie die elders in Nederland, waar veel meer mensen wonen die daar last van zouden hebben, niet getolereerd werd. Dus toen wij als milieugroep opstonden en daartegen in het geweer kwamen, toen was Delfzijl inmiddels het afvalputje van Nederland geworden. Wat Delfzijl extra aantrekkelijk maakt voor de industrie is de belofte van het gemeentebestuur dat bedrijven al hun chemisch afval rechtstreeks op de Waddenzee mogen lozen. Dat water dat was soms chocoladebruin kleurig als de NAM zijn boorspoeling afvalstoffen daar geloosd had. Of groen-geel van de 11 afvalpijpen die Axo daar rechtstreeks vanuit hun chloorfabrieken. En vanuit die chloorfabrieken werden allerlei chloorverwante stoffen gemaakt. Bestrijdingsmiddelen, spuitbusstoffen en zo. Die werden allemaal
rechtstreeks in de Eems geloosd. In vergelijking met andere gebieden op aarde heeft de Waddenzee een opvallend hoog gehalte aan polychloorbifenylen. Dat zijn de stoffen die het voortplantingsvermogen en de gemiddelde levensduur aantasten van zeehonden. Dat daar toen voorspeld werd ook dat die zeehonden die je dan zag drijven daar als kadavers, dat die uit zouden sterven in de Waddenzee. Dat was toen een algemeen aangenomen feit. In dit klimaat treedt in Delfzijl begin jaren 80 een nieuwe, jonge burgemeester aan. Zijn naam is Ivo Opstelten. Als je dan de burgemeester van de gemeente bent waar zich dat allemaal afspeelt, dan heb je zeker een hele grote verantwoordelijkheid. Maar die nam die niet. Hij was meer bezig met hoe glorieer ik als de burgemeester van een plaats in Noord-Nederland die heel veel industrie binnenhaalt. Een van de eerste bedrijven die Ivo Opstelten naar Delfzijl haalt, wordt gerund door de familie Bos. Hun bedrijf opereert op een schip in de Waal bij Beuningen. Op papier verwerkt Bos Holding afgewerkte olie. Maar in de praktijk laten ook zij het afval rechtstreeks de Waal inlopen. Dat was een berucht schip. Vanuit dat schip werkten zij afgewerkte stookolie om tot weer bruikbare olie voor schepen. En iedereen wist, daar zit een luchtje aan. Letterlijk en figuurlijk. Men gaf aan, bestort het in het duik en dan, of in het ruim. En daarna varen we het schip naar een verwerker. Maar dat schip kwam nooit los van de Waal. Alle rotzooi lag onder het schip. Als de politie een strafrechtelijk onderzoek tegen het bedrijf begint, zoeken de gebroeders Bos een nieuwe locatie. Ondanks waarschuwingen van de autoriteiten in Gelderland is het bedrijf in het Delfzijl van Ivo Opstelten van harte welkom. Die hebben daar een beetje op in de outskirts van het industrieterrein van Delfzijl een bedrijf neergezet. Heel krakkemikkig allemaal. En die gingen daar partijen afvalolie en afvalwater verwerken. Niemand wist precies wat. Waar het vandaan kwam, waar het weer heen ging, welke processen zich daar afspeelden in die fabriek. Zonder vergunning mag Bos Holding meteen aan de slag. Terwijl duidelijk is dat ook dit bedrijf niet in de haak is. Bekend is dat in Delfzijl ook schepen ongestoord hun chemisch afval in zee mogen lozen, zoals op deze opnames uit 1971 te zien is. In de jaren 80 is dit inmiddels verboden. Maar het is een publiek geheim dat het nog steeds gebeurt. Ook Bos Holding zou op deze manier zijn chemisch afval dumpen. Ik ben er 3 of 4 keer geweest. En ik kreeg onder andere het bericht door. Dat heb ik nooit hard kunnen maken. Want ze zijn wel slim geworden natuurlijk om het te verstoppen wat ze doen. Dat daar soms tankers werden geladen. En die gingen naar zee. En na een dag kwamen ze weer terug. En dan waren ze weer leeg. Ze zouden zogenaamd naar Noorwegen gaan. Maar in die korte tijd kunnen ze niet in Noorwegen en heen en weer gevaren zijn. Afvalstoffen die ze ingezameld hebben om te verwerken, hebben ze niet verwerkt, maar geloosd. Jan Vogelzang is als milieuinspecteur belast met de controle op Bos Holding en rapporteert de overtredingen van het bedrijf aan burgemeester Ivo Opstelten. Maar die reageert niet zoals hij had gehoopt. Bagatelliserend, badinerend, afstand nemend van de problemen. En dat in mijn beleving niet alleen zakelijk speelde, maar ook op de man. Nou ja, gewoon een zielige ambtenaar die weinig goede dingen te doen heeft. Ja, dat was ik. Dat gemeentebestuur, die hebben geweten, wij hebben ze dat regelmatig verteld. Die hebben geweten wat er allemaal speelde. Die wisten van de dode dieren in de zee. Die wisten van de vervuiling. Zodra het ging over, ja, maar wat loost die industrie? Of wat gaat de schoorsteen uit? Dan was Ivo Opstelten in geen velden of wegen te bekennen. Intussen stapelt de bewijslast tegen de afvalverwerker zich op. Als Milieuinspectie het bedrijf een vergunning weigert, krijgen ook de media lucht van de misstanden bij Bos Holding. Het verzamelt afgewerkte olie van schepen en die olie die wordt in een moederbedrijf in Delfzijl gedestilleerd. Dat bedrijf moet ook stoppen omdat het geen vergunning krijgt. Bos gaat tegen de besluiten in beroep bij de Raad van State, want zegt niet met olie te knoeien. Helemaal niet, helemaal niet. Enkel niet, helemaal niet.
Nee. En ook de zoons niet. Die hebben alles mogelijk gedaan om het zo netjes mogelijk te doen. Nee? Dat is het belang van het bedrijf. Het is je brood. Nee? Dus waarvoor zou je dan dat doen? Om dan te knoeien aan de rotzooi om het kwijt te raken. Dus de stroom los te lopen. Dan kunnen ze toch zomaar geen bedrijf dicht dondersteen en alles eruit gooien. Dat is toch te belachelijk. Maar ook zonder vergunning mag bosholding van het gemeentebestuur gewoon doorgaan. Om een definitief einde te maken aan de criminele activiteiten, plant de politie een inval bij het bedrijf. Maar zodra Ivo Opstelten hier lucht van krijgt, roept hij de hulp in van zijn partijgenoten. Samen met Henk Vonhoff, commissaris van de Koningin in Groningen, en een niet nader genoemde VVD-minister, bedenkt hij een plan. Het voorval is uitgebreid onderzocht door milieu. En zo kan de afvalverwerker nog jarenlang zonder vergunning doorgaan. Kort na het incident trekt de familie Bos zich terug als eigenaar. Het bedrijf wordt overgenomen, nota bene door een ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. Voortaan heet het North Refinery. En onder die naam blijft het bedrijf nog tientallen jaren milieumisdrijven plegen en overlast bezorgen voor de omgeving. De brand brak uit rond 2 uur in een van de productieunits van North Refinery. In die unit wordt paraffineolie vermengd met natrium om zo de olie te reinigen. Kort na het uitbreken van de brand was er een explosie. Vanwege de aanwezigheid van de chemische stoffen werd groot alarm geslagen. De stank leidde tot tientallen meldingen bij de hulpverleningsdiensten. Zelfs vanuit de 20 kilometer verder gelegen Stedum. Al snel werd de mogelijke veroorzaker van de stankgolf gelokaliseerd. Het petrochemische bedrijf North Refinery aan de Oosterhornhaven in Farmsum. Een paar jaar later wordt directeur Harry Heijmensen gearresteerd en veroordeeld tot een taakstraf. Niet lang daarna gaat North Refinery failliet. Er is een aantal jaren geleden ook een criminaliteitsbeeldanalyse gemaakt van milieucriminaliteitszaken. Een van de conclusies was dat in 48% van de onderzochte zaken van milieucriminaliteit op de een of andere manier overheidsfunctionarissen betrokken waren. Een groot bedrijf heeft uiteraard contacten met bestuurders. Die hebben contacten met burgemeesters, die hebben contacten met gedeputeerden bij de provincie. Dus ja, dat is ook niet zo vreemd. Wat je dan dus wel kunt krijgen is op het moment dat je een strafrechtelijk onderzoek start en je gaat mensen hun telefoon afluisteren, dat de eerste die over de telefoontap komt de commissaris van de Koning is of zelfs een minister. En dan is voor politiemensen natuurlijk heel vaak de vraag van ja, wat nu? Wat is hier aan de hand? Wat speelt hier? Na de grote milieuschandalen uit de jaren 80 en 90 lijkt de overheid klaar om dit soort misdaden serieus aan te pakken en richt het kernteam zware milieucriminaliteit op. Met de TCR-affaire, met het succes daarvan, dat men kon aantonen dat er daadwerkelijk was gesjoemeld, en niet een beetje ook, is dat team aan de slag gegaan en is uiteindelijk daar het kernteam zwaar georganiseerde milieucriminaliteit uit voortgekomen. Marianne van den Anker doet namens het team onderzoek naar milieucriminaliteit en publiceert 2 lijvige boeken. Ook haar onderzoeken komen tot dezelfde conclusies. 2 jaar na haar eerste boek komt van den Anker wederom in het nieuws met haar studie over medeplichtigheid van de overheid bij milieufraude. Gunstige resultaten van milieuonderzoeken door adviesbureaus en laboratoria zijn te koop voor opdrachtgevers. Gemeenten en provincies nemen de conclusies van frauduleuze rapporten vaak kritiekloos over. En dat komt omdat die overheden zelf marktpartner zijn bij grote bouw- en grondprojecten. Na een onderzoek van 2 jaar stelt het kernteam zware milieucriminaliteit van de politie Rotterdam-Rijnmond vast dat opdrachtgevers veel invloed kunnen uitoefenen op de eindconclusies van milieurapportages.
Nou, het geval van de overheid, dat is natuurlijk een uniek geval. Als de overheid zelf marktpartij is, dan spreken wij in de criminologie over de dubbele pettenproblematiek. De overheid geeft zichzelf vergunningen, moet ook toezien op zichzelf en heeft zelf als marktpartij ook een financieel belang. En dan is dat natuurlijk voor toezicht een hele lastige kwestie om uiteindelijk te achterhalen wat er nou precies gebeurt en of het allemaal wel volgens de regels gebeurt. Door de media-aandacht voor het onderzoek wordt toenmalig milieuminister Pronk gedwongen om maatregelen aan te kondigen. Hij belooft een zwarte lijst op te stellen van malafide bedrijven die voortaan niet meer voor de overheid mogen werken. Terwijl de meeste media Pronks belofte voor zoete koek slikken, noemen sommigen hem hypocriet. Het ministerie van Vrom is volgens hen immers al jaren op de hoogte van het gesjoemel in de milieuwereld. Achter gesloten deuren gebeurt er dan ook iets heel anders. Ik word bij minister Pronk geroepen en die zegt gewoon letterlijk tegen mij: nou, ik heb alleen maar last van deze onderzoeken, mevrouwtje. Dus ik zal u één ding vertellen. U gaat niet meer zelfstandig met de pers praten. Want het kan ook niet dat ik heb meebetaald aan deze onderzoeken. En het tweede is, de beantwoording naar de Kamer zal zijn dat iedereen rustig kan gaan slapen. Want u hebt eigenlijk prutswerk afgeleverd. Kortom, er staat niets nieuws in. Nou, ik was 30 jaar. En ik vond het verschrikkelijk. Ik ben er echt van bij moeten komen. Ik vond het afschuwelijk. Ik denk, zo werkt dus de politiek. Kort daarna wordt het kernteam zware milieucriminaliteit opgeheven. Maar dit is nog maar het begin. De opheffing van het kernteam is de voorbode van een jarenlange bezuiniging op de bestrijding van milieucriminaliteit. Marktwerking heeft inmiddels wortel geschoten in alle lagen van de politiek. Ondanks de grote milieuschandalen die net achter de rug zijn, worden de grote partijen het erover eens dat handhaving van de milieuregels de komende jaren het beste aan de markt zelf kan worden overgelaten. Wat voor gevolgen dat heeft, ondervindt Leo Raubos enkele jaren later. Ik werkte al een aantal jaren voor RTV Rijnmond. En op een gegeven moment kreeg ik van een compleet vreemde een sms'je binnen. Nou, dit is dat bewuste eerste sms'je waar alles mee begon. Otfiel is enige weken geleden ontsnapt aan een ramp Alemoerdijk. 150 ton gas ontsnapt langs de Oude Maasweg. De directie heeft alles verzwegen. Info te halen bij DCMR. Ja, ik wilde natuurlijk weten, wie is dat? Wie is deze afzender? En ja, om ontslag te voorkomen kan ik dit niet aangeven. DCMR weet dit ook. Maar ik woon ook in de buurt van dit bedrijf met mijn gezin. Raubos is ingelicht door twee klokkenluiders binnen dit bedrijf. Otfiel is het grootste tankopslagbedrijf van Europa. In de 330 tanks die Otfiel op zijn terrein in Rotterdam heeft staan, zit in totaal 1,6 miljard liter aan giftige, brandbare en explosieve vloeistoffen. Extreem gevaarlijk voor mens en milieu. Om die reden dient een bedrijf als Otfiel de grootst mogelijke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Maar dat doet het niet. Sommige tanks zijn al meer dan 40 jaar oud, waardoor giftige stoffen het water of de atmosfeer inlekken. Die klokkenluiders die maakten zich zorgen over wat er binnen het bedrijf gebeurde. Die zagen dat gebeuren en die zagen ook dat er weinig aan veranderde. En zodra iemand er wat van zei, dan was daar gewoon angstcultuur binnen dat bedrijf. Dan werd hij gewoon op zijspoor gezet. Directe aanleiding voor de klokkenluiders om contact op te nemen met Leo Raubos is een gat in deze tank. In twee weken tijd lekt het maar liefst 220 ton van het uiterst brandbare butaangas. Dat had een gigantische klap kunnen zijn als daar vonken bij waren gekomen. En die tank waar dat uit was gelekt, nummer 901... als je komt aanrijden op de Oude Maasweg richting Otfiel, dan is dat de eerste tank die je ziet staan. En er loopt een spoorlijn langs, daar loopt een hele drukke weg langs. Dus ja, daar had van alles kunnen gebeuren. Deze brand, bij een klein bedrijf dat ook chemicaliën opsloeg in de haven van Rotterdam, geeft een indruk van wat er bij Otfiel had kunnen gebeuren. Dit opslagbedrijf, CMI geheten, heeft jarenlang alle veiligheidsvoorschriften naast zich neergelegd. Desondanks laten de autoriteiten het gewoon zijn gang gaan, tot het in 1996 misgaat.
Onze chef-kok die heb ik meteen in de ziekenauto kunnen krijgen met behulp van een politieman. En die liep paars helemaal aan en die heeft 2 uur aan het zuurstofmasker gelegen. Het is veelzeggend dat de klokkenluiders van Otfiel naar TV Rijnmond stappen en niet naar het bevoegd gezag. In de gemeente Rotterdam of in Milieuinspectie hebben ze kennelijk geen vertrouwen. Wat ik van mijn klokkenluiders begreep, is dat inspecteurs van de Milieudienst en mensen van Otfiel, met name het hogere echelon, heel erg vriendschappelijk met elkaar omgingen. Het heeft toen echt maanden geduurd, terwijl ik toch bijna wekelijks iets schreef over Otfiel of naar buiten bracht via radio of televisie, voordat het werd opgepikt. Op een gegeven moment werd het opgepikt door Eén Vandaag. Ja, en toen ging het pas echt hard. Want dan ligt het ineens bij iedereen op zijn bordje in heel Nederland. Goedenavond. Rotterdam ontsnapte de afgelopen zomer aan een ramp. Bij het bedrijf Otfiel kwam een grote hoeveelheid butaangas vrij. Het bedrijf deed geen melding van die lekkage. Sterker nog, Otfiel deed er alles aan om de zaak te verdoezelen. Nadat de autoriteiten Otfiel bijna 10 jaar lang hun gang hebben laten gaan, zijn nu alle politieke partijen verontwaardigd. Maar sommige van die partijen hebben het probleem zelf veroorzaakt. Het incident wordt kort daarna onderzocht door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. In het rapport legt de raad een direct verband tussen het slappe optreden tegen Otfiel en het beleid van de regering. 2 nieuwe overheidsprogramma's hadden de controle op milieucriminaliteit met maar liefst 25% gedecimeerd. Bedrijven moesten vertrouwen krijgen en er moesten vooral minder regels komen. Dat beleid kwam tot stand onder de kabinetten van Balkenende en Rutte. Hun speerpunten waren minder overheid, minder regeltjes en minder toezicht. En we gaan verder dan de vorige periode. Het kabinet verbreedt de regeldrukagenda naar nalevingskosten en dienstverlening door overheden. De focus komt te liggen op wat ondernemers er zelf van merken, de gevoelstemperatuur. En ook worden juist ook die problemen aangepakt die ondernemers zelf aandragen. Kunt u dan niet gewoon tot uitvoering overgaan van wat we al weten? Want dat bedrijfsleven, dat zucht onder die files, maar dat zucht ook onder die regeldruk. En ik zei gisteren al, ze gaan steeds meer lijken op smurven. Ze worden blauw van het werken en blauw van het betalen en blauw van het stilstaan. Helpt u nou die ondernemers om te kunnen ondernemen? Haal die regels weg. Inspecteren werd gecharakteriseerd als de bedrijven lastigvallen. En je moet de bedrijven vooral niet lastigvallen. En je moet de bedrijven vertrouwen. Het vervelende is dat dat uitgaat van de veronderstelling dat die bedrijven doen wat ze op papier schrijven. Namelijk, wij zijn sociaal verantwoord bezig. En de meeste bedrijven doen dat helemaal niet. De meeste bedrijven zijn gewoon bezig om geld te verdienen. En dat is op zichzelf niet erg, dat mag, maar dan zou de tegenkracht die namens de burger ervoor zorgt dat het allemaal netjes gaat en volgens de regels, dat natuurlijk net zo sterk moeten zijn als de neiging binnen het bedrijf om geld te verdienen. Maar het tegenovergestelde gebeurt. Onder het excuus van modernisering van de overheid worden de inspectiediensten onder Mark Rutte een kopje kleiner gemaakt. Sindsdien zijn we met de grote afbraak begonnen. Dus we hebben al dat overheidstoezicht, dat mocht niet meer. En je moest als inspecteur moest je de bedrijf als klant behandelen. Nou, klant is koning, dus dan weet je hoe het afloopt. Op een bedrijventerrein in Moerdijk woedt al sinds vanmiddag een enorme brand. Het chemische bedrijf Chemipak, vol giftige stoffen, is niet te redden. Aan het eind van de middag vinden er meerdere explosies plaats op het terrein. Ook Chemipak is een gevaarlijk bedrijf dat jarenlang gewoon zijn gang mag gaan, terwijl de gemeente Moerdijk weet dat de veiligheidsregels worden overtreden. Deze reconstructie van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid geeft een ontluisterend beeld. Bij Chemipak worden zeer brandbare en zeer gevaarlijke chemicaliën vermengd en verpakt. Vanwege het grote risico voor de omgeving moet het bedrijf zich aan de strengst mogelijke veiligheidsvoorschriften houden. Zo mag het laden en lossen alleen gebeuren op plekken waar lekkages kunnen worden opgevangen
en geblust in geval van brand. Verder mogen op het middenterrein geen gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en mag er niet gemengd worden. Zowel de brandweer als andere inspectiediensten hebben de gemeente Moerdijk meerdere keren gewaarschuwd dat Chemiepak zich niet aan de regels houdt. Maar de gemeente doet niets. Zelfs als er berichten komen dat het bedrijf met open vuur werkt op het terrein, grijpt de gemeente niet in. Op de dag van de brand worden op het middenterrein van Chemiepak IBC-vaten gevuld met xyleen, een oplosmiddel voor verf. Na vulling worden die, tegen de regels in, op het binnenterrein opgestapeld. Tegen de middag staan daar honderden vaten met uiterst brandbare vloeistof. Een stukje verderop worden twee vloeibare harsen met elkaar vermengd, eveneens op een plek waar dat niet mag. Tijdens dit werk lekt een paar liter van de brandbare stof in een lekbak onder de pomp. Maar op die koude winterdag in januari bevriest de pomp na enige tijd, waardoor hij niet meer werkt. Hierop besluit een medewerker, met goedkeuring van zijn leidinggevende, de pomp te ontdooien met een gasbrander. Als de vloeistof vlam vat, wordt de pomp niet uitgezet. Door het vuur valt de slang eraf, waardoor er nog meer vloeibare hars op het vuur wordt gespoten. Pogingen van het personeel om de brand met water te blussen zorgen ervoor dat de brand zich over de lekbak verspreidt, verder het terrein op. En daar staan, tegen de vergunning in, honderden IBC-vaten met het uiterst brandbare oplosmiddel xyleen. Als die eenmaal vlam vatten, is de brand niet meer te stoppen. Wie denkt dat bedrijven zoals Chemiepak een uitzondering zijn, heeft het mis. Wetenschapper Marieke Kluin onderzocht ruim 10 jaar lang in hoeverre de chemische sector in het Rijnmondgebied zich aan de regels hield. Uit haar onderzoek blijkt dat maar liefst 3/4 van de bedrijven in de chemische sector de regels overtreedt. Als je kijkt dat 10 van de 15 bedrijven dus in ernstige mate de regels overtreden, is dat niet anders dan wat men in internationaal onderzoek ziet. Bijvoorbeeld onderzoek uit Amerika en Scandinavië wijzen uit dat ongeveer 75% van de chemische bedrijven regels overtreden. Andere recente onderzoeken komen tot dezelfde conclusie. Wie wil weten wat dat in de praktijk betekent, kan op deze kaart met gevaarlijke bedrijven in Nederland kijken. Ruim 400 daarvan zijn chemische bedrijven. Waar chemisch afval vroeger vaak op het oppervlaktewater werd geloosd, zijn er tegenwoordig slimmere methoden. Wij gaan naar Moerdijk kijken of daar iets interessants ligt of vaart. Het is een afvalverwerker ATM. En dan gaan we kijken of daar gewoon gezit, dat laad dat lossen is. Radioactief materiaal, asbest. We hebben druk bij de ATM. Een van de manieren waarop bedrijven chemisch afval tegenwoordig laten verdwijnen is door het stiekem weg te mengen in stookolie. Stookolie is de brandstof waarop de meeste zeeschepen varen. Om te begrijpen hoe dit werkt, is het belangrijk om te weten hoe brandstof wordt gemaakt uit ruwe olie. De verschillende soorten brandstof die vrijkomen bij de raffinage van aardolie worden van elkaar gescheiden door het te verhitten. Helemaal bovenaan worden de gassen afgevoerd die het laagste kookpunt hebben. Daaronder zitten onder andere benzine, kerosine en diesel. Wat helemaal onderaan overblijft is een dikke, stroperige drap die alleen gebruikt kan worden als smeerolie of asfalt. Maar als deze oliedrap wordt verdund met iets anders, bijvoorbeeld diesel, kan het alsnog gebruikt worden als brandstof, namelijk als stookolie voor zeeschepen. Maar vaak wordt chemisch afval gebruikt om stookolie te verdunnen. De huidige Nederlandse Milieuwet kan dit niet voldoende tegengaan. Vrijwel de enige voorwaarde voor de stookolie
is dat het mengsel uiteindelijk dun genoeg is om nog door de scheepsmotor te kunnen en dat de motor erop kan draaien. Giftige stoffen die in stookolie zijn aangetroffen zijn zware metalen, PCB's en fenol. Een vergif dat door de nazi's werd gebruikt om concentratiekampgevangenen te executeren. De normen die nu gesteld zijn alleen op zwavelgehalte. Dat is volstrekt onvoldoende, daar gaan chemische afvalstoffen nog steeds mee. Dus die specificatie van wat mag stookolie hebben, waar mag het in, is er niet. En dat geeft dus de sjoemelaars, de grote en de kleine sjoemelaars, kans om allerlei reststromen daarin kwijt te raken. Om een idee te krijgen van de schade die dit aanricht, moeten we even terug in de tijd. In de jaren 80 was het gebruikelijk om chemisch afval op zee te verbranden. Dat gebeurde met dit schip, de Vulcanus II. Chemisch afval uit heel Europa werd hierop verbrand. Het ging om afval uit de verf, plastic en wasmiddelenindustrie. Maar de verbranding was zeer schadelijk voor het milieu. Stoffen als zoutzuur, PCB's en zware metalen daalden na verbranding rechtstreeks neer op het zeewater. Het duurde dan ook niet lang voordat de milieubeweging in het geweer kwam. Met acties zoals deze wist Greenpeace het probleem van de Noordzeevervuiling in de media te krijgen. De acties hadden succes. Begin jaren 90 besefte Europa dat de Noordzee te vervuild raakte en werd verbranding van chemisch afval verboden. Maar toch gebeurt het nog steeds, zei het niet meer openlijk. Tegenwoordig wordt chemisch afval stiekem weggemengd in stookolie voor zeeschepen. Via de uitlaat van scheepsmotoren wordt het na verbranding in de lucht geblazen. En zo komt chemisch afval in gasvorm alsnog in het milieu terecht. En er is nog een verschil. Het gaat vandaag de dag niet meer om één schip dat chemisch afval verbrandt. Het gaat wereldwijd om zo'n 50.000 schepen die samen enorme hoeveelheden gevaarlijk afval de atmosfeer inblazen. Een tijdje geleden is er onderzoek geweest dat de 10 grootste zeeschepen van de wereld net zoveel stikstofdioxide uitstoten als het hele wagenpark van de wereld bij elkaar. En er zijn duizenden schepen. Dus dat geeft al aan hoe relevant eigenlijk die sector is voor een bijdrage aan luchtkwaliteitsproblematiek. Met name Nederland speelt een sleutelrol bij de uitstoot van chemisch afval in de atmosfeer via stookolie. Met een van de grootste havens ter wereld, waar schepen van over de hele aardbol naartoe varen, is de markt voor stookolie in ons land enorm. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vrijwel alle grote oliemaatschappijen een vestiging in Rotterdam hebben om zeeschepen te faciliteren. De oliehandel in Rotterdam is groot. Een van de grootste bunkhavens van de wereld, naar Singapore, meen ik. Er gaan miljoenen tonnen om 22.000 schepen bunkeren hier. Dat is een enorme stroom spul waar je natuurlijk een heleboel bij kan. Al is maar een beetje, maar je raakt het wel mooi kwijt. Dus die inzamelbedrijven die kunnen hun gevaarlijk afval op die manier toch mondjesmaat meegeven in die stookoliestroom. Die enorme vraag naar stookolie heeft als gevolg dat er in Nederland ook een enorme vraag is naar stoffen waarmee stookolie verdund kan worden. In de praktijk betekent dat dat er gevaarlijke afvalstoffen vanuit de hele wereld naar ons land komen om vervolgens te verdwijnen in de stookolie. We zitten nu op snelwegen tussen Rotterdam en Antwerpen. Daar rijden we rond. En we zoeken vrachtwagen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren. Het is altijd handig in file. Kunnen we over vrachtwagens in één keer bekijken. 1789. Ook corrosieve stof. Zoutzuur denk ik. De stoffen komen naar Nederland omdat natuurlijk met name Rotterdam, Antwerpen, maar ook Amsterdam hele grote zeehavens zijn. Dus de vraag naar stookolie is daar heel groot. En men noemt ook wel eens dat Nederland het afvoerputje is waar rotzooi naartoe komt.
In Willemstad in Noord-Brabant houdt de politie een aantal malen per jaar acties om giftig afval te onderscheppen dat naar Nederland komt. Niet alleen over de weg, maar ook via het water. Als blijkt dat de papieren niet kloppen, kan de vervoerder staande gehouden worden op verdenking van valsheid in geschriften. Dat schip dat daar vaart, die blauwe aan de overkant. In het verleden is vaker gebleken dat hij afvalstoffen vervoerde. Goedemorgen. Come on board for control. Die letzte Ladungen. 1-10. Daarvoor waren die reizen van eind oktober. Hey Rob, Hans. We hebben hier een product met een best wel een lage dichtheid. En geen vlampunt bepaald. Dus we kunnen niet aanzien of het 3082 is of dat het onder een andere UN-nummer vervoerd had moeten worden. BP Oil, International Limited. Ja hoor, ik vind het interessant genoeg. Ja, gaan we afmeren aan Volkrak. Dat is nur Abfall. Ja. Ik kan geen mens met wat aanvangen. Jede Raffinerie hat schon sein Kram rausgezogen und jetzt ist Schluss. Ihren Dreck, was sie jetzt noch haben, und verhökern das weiter. Was sie damit mache, ist mir so egal. Weil ich bin ja bloß für den Transport von A nach B. De overheid weet al sinds de jaren 80 dat er chemisch afval wordt weggemengd in stookolie. Sindsdien zijn er talloze rapporten verschenen over dit probleem. Daarmee rijst de vraag waarom de overheid er niets aan doet. In 1997-98, meen ik, is er het rapport Olievlek. Toen is er onderzoek gedaan en ik ken de ambtenaren die dat ook uitgevoerd hebben, dat onderzoek, en daaruit bleek dat zowel de majors, dus de grote stookolieleveranciers, Shell, Esso, als ook de kleinere bedrijven, Atlantic, enfin, er zijn een aantal van die bunkerbedrijven, die mengen gewoon stoffen die niet in stookolie thuis horen. Dat is uit dat rapport gebleken. Door stookolie te vermengen met chemisch afval in plaats van met duurdere blendmiddelen zoals diesel ligt de prijs van stookolie in Rotterdam internationaal gezien extreem laag. Het havenbedrijf maakt hier zelf op hun site expliciet reclame voor. Schepen die varen rustig vanuit het Middellandse zeegebied naar Rotterdam om hier olie te komen laden. Ja, omdat het dan uiteindelijk toch nog goedkoper is dan wanneer je het gewoon ter plekke doet. Ja, dus wij dragen gewoon substantieel aan dat probleem bij. Alles wat er aan maatregelen genomen zou worden, wat die prijs zou opdrijven. En het stellen van eisen aan de kwaliteit van mengproducten die in de olie mogen worden gestopt. Ja, dat gaat gewoon een prijsverhogend effect. Dus niemand zit daarop te wachten. Er zou een lijst komen van zwarte stoffen die er absoluut niet in mogen. Die lijst is er ook nog niet. De minister heeft gezegd dat ze in onderhandeling gaat met de stakeholders. Dat zijn die grote oliehandelaren. Om tot die norm te komen. Nou, dat geeft invloed al. Hoezo moeten die oliehandelaren erbij hebben? We hebben toch zelf verstand als overheid? We hebben onze eigen deskundigen, chemici en anderen, die kunnen zeggen, nou, dat moet er wel en dat niet. Daar heb je de olieboeren niet voor nodig. Dus als je op een moment het poldermodel, de marktwerking, dus die bedrijven mee laat praten, dan weet ik dat eruit komt dat dat niet slecht is voor hen. En dat is slecht voor het milieu. Dus. Het is als criminaliteit aantrekkelijk omdat het eigenlijk voor iedereen voordelen biedt. Hè? Dus de bedrijven die van dat afval af moeten, die kunnen er tegen een relatief lage kosten vanaf. Bedrijven die het verwerken, die kunnen eigenlijk allerlei kostbare bewerkingsmethoden vermijden, doordat ze er op deze manier goedkoop een nieuwe bestemming voor vinden.
Voor de olieproducenten is het voordelig, want die kunnen goedkoop aan mengproducten komen die ze anders duur moeten betalen. En de scheepsbrandstofprijs die kan daardoor ook laag worden gehouden, waardoor de rederijen van zeeschepen er ook uiteindelijk van profiteren. Dus uiteindelijk is iedereen erbij gebaat, behalve het leefmilieu en de gezondheid van mensen. Maar grote bedrijven zijn niet alleen in staat om milieuwetten tegen te houden. Ook krijgen ze politici zover om handhavers te dwarsbomen. Ik vertelde niet aan mijn direct leidinggevende waar ik mee bezig was. Want? Dan kon er van alles gebeuren. Maar zo erg was het dat zodra ze wisten waar jij mee bezig was, en als het dan een te grote vis was, dat je er dan van afgehaald werd? Ja. En dat soort dingen, die... Die heb ik meegemaakt, ja. Ik heb dus inderdaad meegemaakt dat een onderzoek op straat kwam te liggen, omdat mijn directe leidinggevende... Nee, de naast hogere leidinggevende mij eigenlijk dwong om te vertellen waar ik mee bezig was. En toen? Toen lag de volgende dag het onderzoek op straat. En wat voor onderzoek was dat? Dat weet ik niet meer. Maar lag op straat in de zin van... Het bedrijf wist dat we zouden komen. Dan moet je je voorstellen, zo'n onderzoek... Zijn er misschien wel 20 mensen bijna een vol jaar bezig geweest... voordat we overgingen tot de inval. Moet je kijken wat zoiets kost. En dan komt daarna nog eens een keer het uiteindelijke onderzoek met een groot kantoorgebouw gevuld met een heleboel kundige medewerkers die daar anderhalf jaar bezig zijn. Dan ben je 2,5 jaar bezig met één onderzoek en praat er maar over gemiddeld 20, 25 mensen. En is dit een uitzondering? Nee. Nee. Absoluut niet. Dat is het gevolg van een politieke situatie waarin de rol van de overheid is verschoven van de hoeder van de veiligheid en het welzijn van de burgers naar het maximaliseren van de winst van de bedrijven. En nou ja, dat is dus een jaar of 20 zo bezig. En daar beginnen we nu natuurlijk langzaam zeker de gevolgen van te zien. Op allerlei terreinen. Als we gaan kijken welke bedrijven zich schuldig hebben gemaakt aan geknoeien met afvalstoffen, komen we een aantal oude bekenden tegen. Onder hen bevinden zich North Refinery en ATM. Maar we zien ook een andere bekende, Amsterdam Port Services. Dat is het bedrijf dat nu Maine heet. En daarmee zijn we weer terug bij de zaak van het afvalwater uit Angola. Ja, we zijn Edenzaak International Slot Disposal, BP Angola. In september 2016, 6,5 jaar na de omstreden transactie, komt een deel van de betrokken bedrijven voor de rechter. BP Angola wordt aangeklaagd voor het schenden van internationale milieuregels en International Slop Disposal wordt aangeklaagd voor valsheid in geschriften. ISD wil gewoon geen lastige vragen. Geen gedoe, maar wel zoveel mogelijk handel. Keer op keer wordt het systeem van toezicht en controle omzeild. Een maand later worden zowel BP als International Slop Disposal vrijgesproken van alle aanklachten. De andere betrokken bedrijven hoeven helemaal niet voor de rechter te verschijnen. ATM wordt maar liefst 7 misdrijven ten laste gelegd, maar koopt rechtsvervolging af met een schikking van €50.000. Dan is de vraag, ja, wat doet dat nou, hè, in de toekomst? Want als je uitgaat van afschikking, dan veronderstel je dat een straf niet alleen bestraft wat er in het verleden is gebeurd, maar dat het ook nog effect heeft in de toekomst. En daarvan weten we uit heel veel criminologisch onderzoek naar afschrikking dat die straf zelf eigenlijk niet zo heel veel doet. Ook Maine in Amsterdam hoeft niet voor de rechter te verschijnen. Het bedrijf heeft een naheffing gekregen van Waternet van 2 ton... voor het overschrijden van hun lozingsdebiet.
En daarmee, zegt het OM, heeft Meen zijn straf al gehad. Veel partijen waar vanuit opsporingsinstanties en handhavingsinstanties onderzoek naar wordt gedaan, dat zijn ook al sinds jaar en dag dezelfde partijen en dezelfde branches. En als je dan kijkt naar hoe weinig zaken er eigenlijk helemaal tot het einde richting het strafrecht tot een veroordeling hebben geleid, ja, dan begrijp ik ook wel dat soort partijen allemaal zeggen, dat soort bedrijven allemaal zeggen van, joh, weet je, er is niks aan de hand, kijk maar. We hebben een paar schikkinkjes zo hier en daar en voor de rest hebben we geen grote schandalen. Het gaat om miljoenen, vele miljoenen, miljarden misschien wel in zijn totaliteit, wat er in die wereld omgaat van reststoffen, verwerking dan op die manier. Net als we denken dat ons verhaal daarmee afgesloten kan worden, krijgen we van een anonieme bron een tip binnen met opmerkelijk nieuws. Op het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe milieuwet. Volgens onze tipgever laat de overheid de inhoud van deze nieuwe wet voor een groot deel bepalen door het bedrijfsleven. Een alarmerend bericht, maar het wordt nog erger. Volgens onze anonieme bron zijn een paar van de bedrijven waarmee de overheid op dit moment in gesprek is, veroordeelde milieucriminelen. Om die beschuldiging te checken, doen we een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Een paar maanden later krijgen we documenten onder ogen van een bijeenkomst tussen de overheid en een aantal verwerkers van afgewerkte olie. Deze bedrijven worden uitgenodigd om hun mening te geven over de nieuwe milieuwet. Ze mogen onder andere aangeven welke gifstoffen volgens hen vermengd mogen worden met stookolie. En dat is niet het enige. Ook mogen de bedrijven zelf bepalen hoe vaak ze gecontroleerd zullen worden. Maar nog interessanter is wie die bedrijven zijn. Dit is de deelnemerslijst van een bijeenkomst van 14 april 2016. Inderdaad wordt de uitspraak van onze tipgever bevestigd. Op de lijst staat een aantal goede bekenden van de politie. Een van de genodigden is Wubbe uit Noord-Brabant. Een verwerker van afgewerkte olie met een verdachte reputatie. Afvalbedrijf Wubbe uit Roosendaal is in opspraak. Drie leidinggevenden zijn opgepakt voor fraude. We gaan naar verslaggever Raoul Kartens, die is voor ons bij het kantoor van Wubbe. Ja, Raoul, wat hebben die drie gedaan? Nou, justitie verdenkt het bedrijf achter mij dat zij gifstoffen hebben vermengd in stookolie. En die stookolie is weer geleverd aan kassen en aan schepen. En ja, dan heb je dus eigenlijk de kosten bespaard om milieuverantwoord die gifstoffen af te voeren. Nee, je hebt ze in stookolie gestopt en dat als stookolie verkocht. En dat is hartstikke slecht voor mens en voor milieu. Terwijl er een strafrechtelijk onderzoek loopt tegen Wubbe, mag het bedrijf gewoon aanschuiven bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu om mee te denken over een nieuwe milieuwet. Maar Wubbe is niet de enige. Ietsjes hoger op de lijst staat de Amsterdamse afvalverwerker Meen. Al eerder zagen we hoe Meens voorganger Amsterdam Port Services schuldig werd bevonden in de Probo Koala-zaak. Een van de grootste milieuschandalen van de 21ste eeuw. Ook dit bedrijf mag van onze overheid meeschrijven aan een nieuwe milieuwet. Dat bedrijven met een strafblad mee mogen schrijven aan onze wetten is volgens emeritus hoogleraar Ben Ahlen het directe gevolg van de jarenlange bezuinigingen op ons ambtenarenapparaat. In Den Haag doen ze bijna niks meer zelf. Ze huren eerst lui in van ingenieursbureaus en dan nog lui in om de noten te schrijven. Doen niet zoveel meer zelf. Ze besturen alleen dat proces, maar kunnen het zelf ook helemaal niet meer beoordelen. En dus kunnen ze ook niet goed beoordelen in hoeverre mededelingen gekleurd worden door het belang. De manier waarop we in Nederland milieubeleid tot stand hebben laten komen en nog steeds laten komen, is dat de bedrijven kunnen bepalen. De beleidsmaker, zeker op rijksniveau, die laat zich ongelooflijk om de tuin leiden en inpakken door dat soort bedrijven. Dus zij kunnen bepalen op basis van wat technisch mogelijk is.
En dan zegt de overheid, nou, als jullie dit kunnen, dan wordt dit de nieuwe norm. Maar ze hebben ook de afgelopen jaren het behoorlijk voor elkaar weten te krijgen dat de overheid ervan overtuigd is dat een aantal dingen niet meer schoongemaakt kunnen worden. Dus dat die norm van vervuiling, dat we die met elkaar hebben geaccepteerd. Wie betaalt? De burger. Dat is altijd. De burger is toch degene die alles wat verkeerd gaat betaalt. Als we nu niet met elkaar alert zijn en hier een einde aan maken, dan spelen we met onze toekomst. In mijn ogen is het een veel belangrijkere vorm, ook in termen van criminaliteit, een veel belangrijkere vorm dan eigenlijk alle andere dingen waar we ons vreselijk over lopen op te winden. Omdat hier gewoon veel meer slachtoffers bij vallen, alleen je ziet ze niet. Wij worden geregeerd door het geld en de economie, dat geloof ik echt. Niet de veiligheid van mensen, de gezondheid van mensen staat voorop, nee. Nederland is inderdaad een soort bedrijf. En ik doe het nou al mijn hele leven zo ongeveer. En ik ben inmiddels bejaard. Maar ik denk wel bij mezelf, hoe is het mogelijk dat we in een halve eeuw daar niet van geleerd hebben? We hebben de overheid altijd gehad om de burger te beschermen. Daar hebben we die overheid altijd voor gehad. En dat zou dus misschien moet de overheid nog eens nadenken over waarom ze op aarde zijn. Tweedok.nl vindt u meer dan 1000 documentaires, interviews en tips.